Hallo kijkers van Harme Frode en welkom bij deze gloednieuwe video. Als ik naar de bioscoop ga, krijg ik wel eens de vraag, als je zoveel films ziet, word je daar niet eens zat van? Wat vind je van al die verheerlijking van geweld? En als je het daarover een film hebt waarin echt geweld verheerlijkt wordt, dan is dat Kung Fu Panda 4. Makes our tummies tingle. Dit was zonder te overdrijven wel een film waarvan je je afvraagt, als je een film maakt voor 10 tot 12-jarigen, is dit dan echt de boodschap die je wil geven? Dit is mijn review van Kung Fu Panda 4. You must know. You cannot. Let's try that again. Prophecy is having a slave. Ik ben natuurlijk het monster wat naar de bioscoop gaat zonder eerdere delen van filmseries gezien te hebben. Maar ja, dat doe je als je een bioscoopabonnement hebt. Dus ik had nog nooit iets van Kung Fu Panda gezien. Maar op het moment dat ik de film binnenkwam, kwam ik er meteen achter dat Po niet langer de Dragon Warrior is. I'm not gonna be the Dragon Warrior anymore. Hij zou namelijk geschikter zijn om de spirituele leider te worden van de Vredesvallei. You will advance to spiritual leader of the Valley of Peace. Maar ja, daarvoor heeft hij iets meer inner peace nodig en dat lukt hem nog niet echt te krijgen. Oké, de humor in de film is best wel grappig. Dinner please. Dinner with peas. In a sesame soy glaze. This is not working at all. En om de films meer in verbinding te brengen met elkaar, komt iedere bad guy uit de oude films terug en de grote vijand van de film, de magische lizard of zoiets, die kan zichzelf veranderen in elke villain. Once I possess the kung fu of every master villain, no one will dare question my power. Want ze had alle powers, maar natuurlijk niet de kung fu. En voor de point of view van de storytelling is er een soort enge kat die exposition doet. En die vertelt wat meer over de chameleon, de grote bad guy, de mini lizard. En die kat die gaat samen met Po mee op zijn avontuur. Who's that? The most powerful shape-shifting sorceress, the chameleon. En dan gaan ze naar een plek waar de beste crooks, de beste criminelen leven. En dan komen ze er natuurlijk achter dat die mislukte kat ook een van de grote criminelen is. You're a wanted criminal? You sound surprised. Is it surprising? En natuurlijk zit Po meteen zo van, what? You're a wanted criminal? Maar gelukkig vertrouw ik je 100% en zal je mij nooit verraden en dat soort dingen. En hier komt sowieso geen plot twist aan. En dan komt er een plot twist. Dan ontmoeten ze in het riool schattige konijntjes die zeggen, violence makes our tummies tingle. Waarvan je ook denkt, is dit de boodschap die ik meegeef aan het kind waarmee ik ga? Our tummies tingle. En die konijntjes die blijven de hele film dit soort opmerkingen maken. How should we do this? Quick and painless? Yeah, 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 yeah. Or slow and painful. Slow and painful. En dan zegt die chameleon nog de typische villain uitspraak. Jij en ik zijn niet zo verschillend. We're not so different, you and I. Ik moet zeggen, de film was leuk, de film was grappig. En het is ook niet veel meer dan dat. Ik hoor van mensen dat hij minder goed is dan deel 1, 2 en 3. Dus daar geloof ik maar op hun woord. Maar ik ben blij dat ik ben gegaan. Maar ik zou hem zo niet nog een keer kijken. En aangezien we nu gaan kijken naar een top 10 van de 10 laatste films die ik in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik het langst geleden heb gezien uit de top 10. Dat is in dit geval The Hunger Games prequel uit de 18e aflevering. En dan komt Kung Fu Panda 4 in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat Argo. I need her to write the next chapter. Op 9 staat Aquaman and the Lost Kingdom. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Op 8 staat de film van deze week Kung Fu Panda 4. This is not working at all. Op 7 staat Wish. Who knew my voice would be this low? Op 6 staat The Beekeeper. This place was crabgrass and weeds and you brought it back to life. Op 5 staat Wonka. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. Op 4 staat Madame Web. Welcome back to the land of the living. Op 3 staat The Holdovers. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. Op 2 staat de film van vorige week, June Part 2. You've been fighting the Harkonnens for decades. My family's been fighting them for centuries. En op 1 staat nog steeds Godzilla Minus One. Godzilla. En aangezien ik de afgelopen tijd ook films thuis heb gezien, vind ik het ook wel leuk om jullie wat te vertellen over de films die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gezien. Dus die top 10 komt nu. Op 10
staat What a Girl Wants. The girl must stay here with us. Op 9 staat de animatiefilm Migration, wat gaat over een soort familie van vogels die gaat migreren. Die vliegt naar een warm land en dat was gewoon een hele grappige, hartverwarmende film. Just stick close to me and everything will be alright. Op 8 staat The Pelican Brief. This thing reaches as deep and goes as high as we think it does. These men will do anything not to be exposed. Op 7 staat My Big Fat Greek Wedding uit 2002. Ik heb het derde deel toevallig vorig jaar in de bioscoop gezien. En ik vond het heel leuk om het eerste deel te zien. Alleen hij haalt het niet bij het derde deel. En hij is ook wel een beetje outdated. May I please date your daughter? No! Op 6 staat Damsel met Millie Bobby Brown. Dat was echt de meest rare fantasy film. Hij was erg voorspelbaar en niet heel goed. Ik zou hem echt nooit nog een keer kijken. They may be royalty, but that doesn't make them good people. Op 5 staat Lift, een film met Vincent D'Onofrio. En dat was een film over het stelen van goud uit een vliegtuig. Ik vond hem leuk om te zien, maar hij was ook niet heel bijzonder. Het was gewoon een typische actiefilm. Okay guys, listen up. Our next score is gonna be our biggest yet. Nice. Op 4 staat Anyone But You. Een beetje een rare romantische comedy. Niet heel geloofwaardig, maar wel gewoon grappig om te zien. When are you ever gonna learn? Op 3 staat Rebel Moon Part 2, The Scargiver. Ik heb Rebel Moon Part 1 helemaal aan het begin van dit jaar gezien. Dus ik was erg hyped voor Part 2. Hij was niet zo goed als het eerste deel, maar hij was nog steeds gewoon heel enjoyable om te kijken en ik heb er echt wel van genoten. I have no choice but to fight. Op 2 staat In the Land of Saints and Sinners met Liam Neeson. Gewoon een super goede actiefilm over de IRA met Liam Neeson. Ik heb er heel erg van genoten. Hij is lekker duister, maar toch heel tof. A saint's gotta be a sinner first, Tony. En op 1 staat Christopher Nolan's Memento, eigenlijk zijn doorbreekfilm over een man met geheugenverlies die de moordenaar van zijn vrouw probeert op te sporen. Echt een hele gave film. Echt wel dat je er even over na moet denken, maar ik heb er heel erg van genoten. Somebody's gotta pay, Lenny. Somebody always pays. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over Godzilla X Kong, The New Empire. Dus wees daar zeker bij. En dan tot ziens, tot later.